de Nederlanders. Het zijn de grote namen. Floris-Jan Bovenlander, Taco van der Honert, Mark Delissen en Rogier van der Wal. De vier Duitse hockeyers, ook allemaal internationals, ook de vier grote namen. Stefan Blöcher, Michael Hilgers, Volkert Fried en Michael Knaut. Zij gaan samen optreden om te onderstrepen dat Nederland en Duitsland wel degelijk samen iets kunnen. En wat doen ze? Ze doen nog één keer. Ze waren eigenlijk al opgeheven, maar herleven totaal. Dankzij de Nederlandse en de Duitse hockeyers. Ze doen namelijk Take That.